Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delijla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kan me tegenwoordig ook steunen door mij een bedankje te sturen als je mijn video's leuk vindt en graag wilt dat ik nog meer van deze mooie video's maak. Dan kan dat dus hieronder aan de video op de button bedankt te klikken en dan alle aanwijzingen gewoon op te volgen. Lukt dat nou niet via YouTube, dan kun je mij ook via de link die ik in de beschrijving en in de reacties heb geplaatst een andere manier een bedankje sturen. Nou lieve mensen, bedankt, 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 bedankt voor jullie liefde, voor jullie steun, voor alles wat jullie ook voor mij doen en dat jullie leuke... Ja, lekker mee bezig zijn dat jullie ook veel eraan hebben wat ik vertel. Nou, dan ga ik weer verder, want het is natuurlijk weer Happy Monday. En Happy Monday, dan gaan we met de citaten van de meester van het Verre Oosten en de vragen en antwoorden bezig. Dan ga ik ze voorlezen voor jullie. Dus nou, hier kom ik weer met de volgende citaat. Twee citaten lees ik op. Door Christus te zoeken in ieder gezicht, zoudt ge die Christus of het goddelijke in alle tevoorschijn brengen. Net zoals het beeld van een bloem tot in detail in het zaad besloten ligt, zo houdt God het ideale beeld van elk van zijn kinderen in de geest vast. We hoeven slechts toe te laten dat God zich door ons uitdrukt op de ideale wijze. Wanneer we zelf de leiding willen nemen, beginnen de moeilijkheden. Het voornaamste dat de mens te leren heeft, is voorgoed af te rekenen met de psychische krachten en God rechtstreeks tot uitdrukking te laten komen. Want de psychische krachten zijn geschapen door de mens en brengen hem op een verkeerde spoor. Nou, hier legt het dus uit gewoon dat je dat ego, hè, dat ego dat continu het roer wil pakken. Maar jij bent de kapitein en dat is echt... Klaar nou eens een keer. Hè? Ego van de baan gooien. En wees daar ook alert op. Ja, alert op dat je niet weer getriggerd wordt. Of dat het ego weer het over wil nemen. Of als je bijvoorbeeld... Je gaat nu eens bijvoorbeeld denken dat je kan vliegen. Dan zul je allerlei soorten weerstand in je gedachten krijgen. Van dat kan niet, of het lukt niet, of ik heb geen zin om te oefenen. Of het werkt toch niet, of... ja, je bent wel iets aan het voorlezen, maar het zal toch wel niet waar zijn, weet je wel. Of je bent wel iets aan het doen, maar je denkt, ja, hoe dan? Ik weet het niet, ik ken het niet. Ik moet eerst iemand leren kennen die het eerst kan. Dus er zijn heel veel woorden, ja, het zijn hele zinnen, zijn het, die die stem oproept. Dus, en dat is allemaal ego. Mensen verschillen alleen in de mate waarin de door God gegeven kracht ontwikkeld is. Ieder kind dat geboren wordt, is goed en volmaakt. Het doet er niet toe of zij op geestelijke of zinnelijke weg ontvangen zijn. Ieder kind kan het kind zijn van God erkennen. Dat is een mooie. Nou, lieverds, dan ga ik weer door met de vragen en antwoorden. Vraag. Hoe zien de Hindoes Jezus en Boeddha? Antwoord. Ze zeggen dat Boeddha de weg naar verlichting was, maar dat de Christus verlichting is. Vraag. Waarom lijkt het zo moeilijk om de geest vast te laten houden aan een ideaal? Antwoord. We zijn er niet specifiek in getraind zoals de mensen in het oosten. Daar geldt dat zelfs voor de kinderen. Men wijst hun erop dat ze, wanneer ze een ideaal voor ogen hebben, aan dat ideaal moeten vasthouden tot ze het volledig verwezenlijkt hebben. Onderwijs in de westerse wereld verschilt hier enigszins van. Ons wordt toegestaan elke gedachte op zijn beloop te laten, wat onze krachten versnippert. Als u een ideaal hebt en er volledig in gelooft, houd het dan voor u en vertel het aan niemand anders, totdat het volledig vorm heeft aangenomen. Houd de geest altijd helder voor dat ene wat u tot stand moet brengen, niet wat u tot stand wilt brengen. Dat houdt de geest helder. Zodra we een andere gedachte toelaten, wordt onze geest tweeledig. Door energie te schenken aan dat ene ideaal wordt onze geest eenledig. Ook zouden we dan niet in een sleur terechtkomen en zou onze geest niet eentonig worden, want we zouden niet langer dan een ogenblik stil hoeven te staan bij één ideaal, als we elk vermogen erop zouden richten en we onze krachten niet zouden versnipperen.
Daarna denken we eenvoudig omdat het klaar is en omdat het hier en nu aanwezig is. Dat is een hele mooie, want inderdaad, hè, wij krijgen hier niet geleerd om ons ideaal vast te houden, hè, in de westerse wereld. In de oosterse wereld bijvoorbeeld al bij de Shaolins of, kijk, het is allemaal stom dat ze allemaal kastjes geven, maar over het algemeen in de oosterse wereld, of in Azië vooral, wordt veel verteld over, althans, je ziet het nog steeds in films ook terug, hè, dat ze getraind blijven op hun focus, wat ze op dat moment willen bereiken. En dat is ook met vechtsporten zo, of met martial arts. Hè. Als jij de beste wil worden, dan zal je ook op dat ideaalbeeld gefocust moeten blijven. En dan zal je er ook, dan zal je houding er al naar zijn. Ja? Als jij al voelt dat jij een professional bent, dan zal je al gaan gedragen als een professional. En dat is ook met hier inderdaad, als jij dus, hè, je wilt bijvoorbeeld de liefde in je leven, dan is het al belangrijk dat je je gedraagt als dat je de liefde van je leven al gevonden hebt. En flirt dan ook en ga niet je schamen en ergens je stilzetten in een huis met vier muren om je heen. Want daar gaat die liefde je niet vinden. Snap je? Dus ga al in die flow dat je dan de liefde van je leven gevonden hebt. Dat is ook met rijk worden bijvoorbeeld. Als jij een succesvol bedrijf wilt hebben, wees dan doelgericht. Wees doelgericht op dat wat je wilt bereiken. En dat is dus ook hier wat ze zeggen. We lazen het ook al in Saint-Germain. Daar las ik het ook al voor. Dat als jij dus een idee hebt, dat je dat beter voor jezelf even kunt houden, totdat je je doel bereikt hebt. Ja, want anders kan het zijn dat je dus van beïnvloedingen van buitenaf weer versnipperd wordt. Ja, dus dat je weer een tweeledige geest hebt, is dan hierover. Dus dat je weer twee verschillende dingen hebt, dat je weer niet weet waar je op moet gaan concentreren. En soms heb je natuurlijk wel iemand nodig waarmee je kan sparren, hè, of kan brainstormen, noemen ze dat. Maar zoek dan ook iemand die op jouw niveau is en die juist, of misschien een hoger niveau zelfs heeft, hè, dan, die jou dan advies daarin kan geven of tips kan geven. Of je juist positief kan motiveren in plaats van iemand die jou downgrade. Het lukt je toch niet, het gaat je toch niks worden, ik zie er niks in. Ik denk dat het allemaal weer onzin is wat je aan het doen bent of het kost allemaal weer geld. Nou, dat soort dingen, dat is waarom ze dus zeggen, hou het ideaal voor jezelf totdat je hem tot uitdrukking hebt gebracht. Dan kan je weer door naar de volgende. Vraag. Moeten we begrijpen dat u Jezus persoonlijk zag en hem zelfs de hand drukte? Antwoord. Ja. En veel meer zogeheten meesters. Die mensen beweren niet anders te zijn dan u of ik. Zelfs de coolies in India herkennen hem als Jezus van Nazareth. Er is niets geheimzinnigs aan. In de beelden is hij te zien als een gewone man met een groot licht om zich heen. Er is niets vaags aan wie van deze mensen ook. Ze hebben een grote vastberadenheid over zich en zijn levende types. En zijn levendige types. Ja. Dus hij is er gewoon, hè. Jongens, je kan alles overboord gooien als je nog steeds met die dood bezig bent. Ja, dan kan je wel 100 jaar gaan mediteren, maar zodra jij de essentie van het leven niet snapt en dat je nog steeds gelooft in een dood, dan heb je weggegooide jaren. Ja, weggegooide leven. Als jij bezig bent met allerlei verjongingstherapie en je tijd maar probeert uit te stellen en alsnog steeds gelooft in een dood, weggegooide therapieën, weggegooid, alles is weggegooid. Dan probeer jij dus in dat korte leventje wat jou verzonnen is, ja, 30 jaar, 80 jaar, 90 jaar, oh, je kan nu tegenwoordig 100 worden, 100 jaar. Nou, dan hoop je nog de laatste jaren een beetje fit te zijn. Niet krakkemiddag door het leven te moeten. Te proberen zo lang mogelijk te rekken. Ja? Door allerlei dingen om te doen om maar jezelf in leven te houden. Omdat het ook niet natuurlijk is om dood te gaan. Daarom wil je jezelf in leven houden. Daarom wil je jezelf niet uittreden, zeg maar. Je wilt jezelf nog wel zo lang mogelijk in leven houden. Je gelooft in een dood, maar toch wil je er niet aan toegeven. Dat is raar. Toch? Dat is heel raar. Als het vaststaat en het zou een natuurlijk iets zijn, dan zou je niet, dan zou je dan denken, nee, dat is de natuur. Dan is het normaal om te gaan. En dan zou je daar helemaal niet bij stilstaan. Dan zou je ook niet rouwen om anderen die gaan. Ja? Dan, ja. That's nature. Maar we vinden het raar omdat het niet ethisch is. Het is tegen ons in. Het is verdriet, het is leed, het is naar. Het is
niet goddelijk. Ja? Dus we proberen het allemaal uit te stellen, omdat het niet klopt. Waarom de ene op 2-jarige leeftijd op in de buik al en de andere pas met 80 of 90, 100? Hoezo? Ja, wie bepaalt dat? Wijzelf. Nou, vraag. Hoe komt het dat een gewone koelie in India Jezus ziet? Antwoord. De koelie heeft dat aanvaard en leeft ermee. Terwijl wij in een situatie leven waarin we niet accepteren of geloven dat hij bestaat. Ik heb geen enkele aanleg voor paranormaal waarnemen. Als we ons uitsluitend met het beginsel bezighouden, kunnen we niet misleid worden. Intuïtie is een factor en we moeten er weten van maken. Gewoon als het voor jou de normaalste zaak is, dan zie je dus ook dingen. Ja, dan zie je hogere dingen, mooiere dingen, als dat jij zo door het leven gaat. Ja, en als jij alleen maar bezighoudt met naar bed gaan, 's ochtends vroeg opstaan, werken, het leven is hard, ik moet altijd werken voor mijn leven, weet je wel, om geld te krijgen, het is zwaar. Je komt thuis, je gaat eten, nou, dan ga je daarna misschien nog sporten. Sommige mensen gaan nog op stap. Die gaan dan suipen tot ze erbij neervallen, gebruiken drugs of roken. En dan gaan ze weer slapen en dat dan elke dag. Er zit toch ook helemaal niks in. Het is ook niet zo gek als je hun wat gaat vertellen dat er iets is. Het bestaat niet. Die hebben dat niet, die ervaren dat niet. Vraag. Waarom is Jezus niet vaak in Amerika opgedoken? Antwoord. Hij beperkt zich niet tot één plaats en werkt ongetwijfeld evenzeer in Amerika als in India. Vraag. Heeft Jezus lichamelijk geleden aan het kruis? Antwoord. Nee. Wie zo verlicht is, zou lichamelijk niet kunnen lijden. Als hij die ervaring niet had willen hebben, zou hij de energie terug hebben kunnen zenden. En het zou de mensen vernietigd hebben die op het punt stonden om hem te kruisigen. Hij wees de weg. Precies. Want je kan, wat ik al zeg, als je zoveel licht en liefde in je hebt, kunnen ze je niet eens aanraken. Je kan jezelf verplaatsen naar andere planeten of andere plekken. Dat is onmogelijk. Ja, het is gewoon onmogelijk dat ze jou iets zouden kunnen doen. Maar hij wees de weg. Hij wilde laten zien aan de mens, kijk, dit is jullie nachtmerrie. Ja, de dood, dat is jullie nachtmerrie. En ik zal je laten zien dat je die dood kan overstijgen. Dat die slechts een illusie is. Ik zal laten zien dat mijn lichaam na 3 dagen weer opgebouwd kan worden. Ja, ik zal jullie laten zien hoe jullie dat doen. Maar omdat, ja, ze hebben van hem een ijdel gemaakt. Maar niet wat hij verkondigt. Ja, zien ze niet. Tuurlijk wel, heel velen wel. Want 50 jaar daarna heeft hij zijn apostelen nog, hoe zeg je dat? Zijn discipelen heeft hij nog les gegeven. Maar de mensen die het dus, hem alleen maar als mens zagen, dus het hypnotische, zeg maar. Ja, die snappen nou nog steeds niet wat hij vertelt. Maar goed, dus het is volbracht, hè? Het plan was volbracht. Hij wees de weg. Nou, vraag. Leefde Jezus nog een aantal jaren op deze aarde na de kruisiging? Antwoord. Er is ons niets van bekend dat hij het lichaam verlaten zou hebben. Hij leeft nu in hetzelfde lichaam. Dat lichaam is waarneembaar voor iedereen die ermee in contact komt. Vraag. Bedoelt u dat een individu dat bekend is als Jezus van Nazareth in dit land is geweest? Antwoord. Ja, natuurlijk zal hij er niet voor ons zijn als we hem niet bij die naam noemen. Ja? Dus het is ook belangrijk dat als je met hem contact wil, kan je zelfs met hem praten. Je kan telepathisch hem oproepen. Je zou hem zelfs in levende lijven kunnen zien als je op zijn frequentie zit. Vraag. Ligt er een speciale overweging aan ten grondslag dat u de leer van de meesters kunt verspreiden? Antwoord. We zijn op geen enkele manier bevoorrecht boven u. Wanneer hun gevraagd wordt of er meesters zijn in de Verenigde Staten, antwoorden ze dat er hier meer dan 150 miljoen meesters zijn. Nou, we zitten goed. We zitten goed. We zitten goed, geen zorgen. Heel veel meesters. Vraag. Zou Jezus hier verschijnen als we hem nodig hadden? Antwoord. Hij is altijd waar hij nodig is. Toen hij zei, hoor, ik ben altijd bij u, bedoelde hij juist dat. Mooi. Vraag. Betekent Christus het levensbeginsel? Antwoord. Het betekent Godbeginsel dat door het individu heen stroomt. Nou, lieve mensen.
Dit was weer citaten, vragen en antwoorden over de meester van het Verre Oosten. En het is echt wauw. Bedankt weer voor het kijken en dat jullie weer veel hadden aan deze video. En dat we ons weer nog meer gaan omzetten naar dit mooie bewustzijn. Ik hou van jullie en Gods weelderige overvloed voor jullie. Doei!